vier vogels en een parkiet en de rest zijn gewoon vogels. En hoe noem je dat? Vissen. Hakam is net verhuisd en ontzettend blij met zijn nieuwe thuis. Ook is hij een trotse framevoetballer. Hakam maakt zich klaar voor de training bij Kids United. Ja, over 20, 21 minuten. Ja, dan gaan we trainen. Gaan we een paar tijdjes spelen. En natuurlijk ben jij ook aan het foto's maken. Ga je wij foto's maken. En ja, dat. Hakam is een jongen met een lichamelijke beperking. Een aantal jaren geleden gevlucht vanuit Syrië met zijn moeder. Ik heb een jaartje in Turkije gewoond. Daarvoor was ik in Syrië. Daar was ik geboren. En nu in Nederland 8 jaar. In december is het dan 8 jaar. En wat vind je het leukste aan Nederland? Veilig. Nederland is eerst veilig. Ten tweede, ik kan naar school. En de derde, er zijn heel veel dingen die ik nu heb, die als ik in Syrië was, dan had ik het niet. Echt niet. Zoals bijvoorbeeld een tv. Een tv, ja, dan had ik ietsjes kleiner dan deze tv, denk ik. En dan had ik denk ik geen Xbox ook niet. Als ik in Syrië had gewoond. En dan had ik ook, ja. Dan had ik ook zelfs geen rolstoel of zo. Hakam is een hele vrolijke jongen. Spreekt goed Nederlands inmiddels, de taal goed geleerd. En het is altijd een feestje als hij komt en de gezelligheid is altijd wat te vertellen. En ja, ontzettend leuke jongen. Ik heb bijna ook een operatie. Over 20 dagen. En zij dan gaan, hoe noem je dat? Mijn benen proberen rechter te doen. Rechter, dat mijn benen recht zijn. En dat ik kan lopen, net als dat ik het net zei. Ik moet nog mijn rolstoel gebruiken en mijn rollator gebruiken na de operatie een beetje. En ik moet mijn fysiotherapeut nog trainen. Maar na dat kan ik wel goed lopen, hoor. Vind je dat leuk? Ja. Ik heb een fijn gevoel bij. Doei, hè? Doei. Tot de volgende keer. Fijn weekend. Fijn weekend. Doei.